Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo, mijn naam is Eowyn. Wat leuk dat je naar deze podcast luistert. Vandaag wil ik inzoomen op het eerste beginsel van groei. Connectie. Connectie maken met het veld. Connectie maken met de aarde. Op deze manier kun je een betere contact voelen met de aarde en met het veld boven je tegelijkertijd. Het is bij connectie heel erg belangrijk om je te aarden, maar ook om het veld boven je te voelen, de aanwezigheid ervan, het licht ervan. Bij deze meditatie kun je gaan zitten. Het maakt niet zoveel uit of je op de grond zit, op je bed of op een stoel. Je kan er uiteraard ook een yogamatje voor pakken en in de positie zitten die je zelf wil. Het is wel belangrijk dat je je billen goed op de grond of op de stoel voelt. Als je je positie hebt ingenomen, kun je je ogen sluiten. Haal een paar keer diep adem in door je neus naar je buik toe en uit door je mond om alles los te laten wat je niet meer nodig hebt. Nog een keer in door je neus en uit door je mond. Nog één keer in door je neus. En laat alles helemaal gaan. Ga dan met je aandacht naar je voeten en ontspan deze. Ga met je aandacht naar je kuiten en je schenen. En laat alle eventuele spanning hier los. Ga met je aandacht naar je knieën en je dijen. En voel hoe je billen op de grond zitten of op de stoel. En hoe de grond of de stoel je billen raken. Voel ook je benen of je voeten op de grond. En wees heel bewust van de grond onder je. Ga dan met je aandacht naar je onderrug. En laat alle eventuele spanning daar gaan. Door er naartoe te ademen. En met de uitademing de spanning helemaal te laten gaan. Ga je met je aandacht naar het midden van je rug en je bovenrug. Ga dan met je aandacht naar je onderbuik. De rest van je buik, je maagstreek en ook je borstkas. En laat je ribben langzaam verzachten. Ga dan met je aandacht naar je schouders, je bovenarmen en je ellebogen. Je onderarmen, handen en al je vingers. En ook naar het topje van je vingers. Adem naar je armen toe en laat alle eventuele spanning daar helemaal gaan. Ga dan met je aandacht naar je schouders, je nek en je hals. Laat bewust hier alle spieren los
zodat ook deze helemaal kunnen ontspannen. Ontspan je voorhoofd en je wenkbrauwen en ook het stukje tussen je wenkbrauwen. Ontspan dan alle spiertjes rondom je ogen, zodat je ogen in je oogkassen kunnen ronddobberen. Ontspan je jukbeenderen en je wangen. Laat je kaken iets hangen en ontspan je schedel en ook je oren en je oorlelletje. Je hele lichaam is nu bewust ontspannen. En ga dan weer terug met je aandacht naar de grond. Voel de grond onder je of de stoel onder je. En dan voel je de grond onder je voeten. Maar wees heel bewust met het contact met de grond. En waar je ook contact met de grond maakt, voel de grond onder je. En hoe de grond jou ook raakt. En voel hoe de aarde jou altijd en overal draagt. En voel dan de energie van de aarde onder jou. En maak contact met de aarde door je te visualiseren dat je als een boom wortels schiet de grond in. Het kan soms helpen om te visualiseren op een mooie plek in de aarde of op de aarde. Je schiet wortel dieper en dieper naar beneden de aarde in. Steeds dieper. Tot je helemaal in de kern van de aarde komt. Helemaal tot in de magma van de aarde. En voel hoe de aarde jou draagt en jou energie geeft. Voel de energie van de aarde jouw lichaam instromen. De energie die zegt jou: jij bent veilig. Jij bent hier. Jij bent veilig. Ik draag jou. Neem de energie van de aarde in je op. En voel hoe je kan ontspannen. Bij deze energie van onze prachtige moeder aarde. Laat je helemaal zakken in deze energie. En neem hem helemaal in je op. Zij is hier altijd voor jou. En ze zegt: jij bent veilig. Jij bent hier. Adem de energie in. En laat het bij de uitademing door je hele lijf stromen. En voel dan hoe je met het puntje tussen je ogen, oftewel je derde oog, het licht boven jou voelt schijnen. Het licht schijnt zo je derde oog in. En voel hoe je met elke inademing het licht je lichaam in kan laten stromen. En met elke uitademing verspreidt het licht zich door je hele lijf. Ga met je aandacht helemaal naar het stukje tussen je oog, oftewel je derde oog. En voel
hoe het licht naar binnen stroomt. Bij elke inademing steeds het heldere, pure witte licht naar binnen stroomt. Maak contact met het licht. Laat het in je lichaam stromen en bij elke uitademing verspreidt het zich in jouw lijf, totdat je hele lijf gevuld is met het witte, heldere licht. Het is het licht van het veld van energie die altijd en overal beschikbaar is. En die tegen jou zegt, jij bent veilig. Jij bent precies waar je moet wezen. Jij bent hier. Jij bent hier nu. Precies waar jij wezen moet. En als jouw lijf dan helemaal gevuld is met dit witte, heldere licht, kijk dan of je deze twee energieën, die van de aarde en van het licht, tegelijkertijd in je op kan nemen. Zodat je de grond onder je bewust voelt en ook het licht boven jou bewust in je op kan nemen. Voel de energie van de aarde, tegelijkertijd de energie van het licht, wat in jou zit en vanaf boven jou vult en blijft vullen. Terwijl de energie van de aarde beneden jou naar binnen stroomt via jouw wortels je lijf in. Geniet van deze energie en voel de connectie die je maakt met de aarde en met het veld. En deze samen in jou versmelten en altijd voor jou aanwezig zijn. En tegen jou zeggen, jij bent veilig. Jij bent hier. Jij bent nu hier. Geniet van deze energie. Laat alles voor nu weer helemaal los. En ga weer met je aandacht naar de grond. En maak een korte bodyscan. Voel hoe je lijf voelt. En maak hem rustig wakker. Door even met je vingers te bewegen. En je tenen. En uiteindelijk je armen te bewegen. En misschien je benen uit te strekken. En als je daar behoefte aan hebt, dan kan je helemaal uitrekken. En als je er klaar voor bent, dan doe je je ogen rustig weer open. Bedankt dat je wilde luisteren naar deze meditatie. Je kan hem altijd doen als je connectie met het veld wil maken of een beetje onrustig bent. De energie helpt je enorm om te aarden en contact te maken met het veld, waar ik in het eerste beginsel van groei over spreek. Wil je meer weten van de 5 beginselen van groei? Dan kan je alle oneven weken naar de bewustzijnsschool komen op de vrijdag van 2:30
tot 3 uur. Namaste.